Buzz Goop Hugs out of the question. Het is weer tijd voor onze tweede Grand Theft Auto Rewind. En zoals je op het scherm ziet gaan we aan de slag met GTA 3, de eerste missie, Start Game. De eerste missie inderdaad, Johan. Het is al een tijdje geleden dat ik deze gespeeld heb. Ja, voor mij ook. Maar wat een herinnering komen weer naar boven als ik dit zie. Deze game heb ik echt helemaal kapot gespeeld. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, ik heb hem echt. Ik speel hem nog zelfs regelmatig eigenlijk. Okay. Dat ik hem af en toe eens oppak en denk ik, hey, het beginfilmpje natuurlijk, dat zijn wij. En het probleem is natuurlijk dat wij een bankoverval doen. En dan gaat het helemaal mis. Yes. Kijk eens aan. Dat is onze vriendin. Ja. Ja, niet meer denk ik nu. Maar... Niet meer nu, nee, inderdaad. Dus dat is heel erg vervelend. Paf. Maar die slaan we eventjes over. Dat is net zo handig. Precies. Wat er is gebeurd is, wij zijn in een transportdingetje gegaan over de brug heen naar Portland in Liberty City. En die is opgeblazen en nu zijn we vrij. En dan kunnen we beginnen met spelen. Precies. Paf. Nou, zoals meteen al opvalt is deze game, het is niet meer top-down, het is gewoon volledig 3D. Het is inderdaad volledig 3D. En je kunt wel nog switchen naar top-down mocht je willen, maar ik denk niet dat iemand dat ooit deed. Nee, dit is natuurlijk veel mooier, je hebt veel meer overzicht en het ziet er gewoon heel goed uit. Ik denk zeker voor een game uit 2001. Dus even een radiosendertje zoeken hoor. Wow, wow, wow. Ja, head radio, prima. Head radio, klinkt goed. Ik rij wel een beetje om, zie ik trouwens. Maakt niet uit. Eens even kijken. Een beetje sightseeing in Liberty City. Zo. Oh. We moeten naar onze safe house toe en die is hier om de hoek ergens. Zo. Oh, kijk, sorry. Oh, dat moeten we niet te vaak doen. Oh, we zijn nog in de eerste missie, dus ze komen niet gelijk achter ons aan. Dat is mooi. Zo. Kijk. Ja, de game die kwam natuurlijk een tijd geleden weer uit. 2001 volgens mij, hè? Ja, ja. Werd ontwikkeld door DMA Design. Hè? Dat is vroeger Rockstar North, voordat het een naamsverandering onderging. En werd uitgegeven door Rockstar Games, behalve in Japan. Daar was Capcom er verantwoordelijk voor. Capcom, ja. En we hebben nieuwe kleertjes aangedaan. Het is natuurlijk altijd met de GTA games dat je hier kun je opslaan. Dus dan moest je eerst terug naar de safe house en dan kun je hem daar opslaan natuurlijk. Misschien allemaal niet tussendoor. De auto kon je mooi opslaan in de garage, dat je die de volgende dag weer kon gebruiken. En natuurlijk unlock je naarmate je verder komt. Oh shit. Oeh, dat moet je niet te vaak doen. Oeps. Daar komt politie achter ons aan. Dat is wel een fout. Nou ja, maakt niet uit. Ze vinden het niet erg als je een missie begint. Nee, we zijn er al. Luigi's Girls. Hey, wij waren niet de enigen die deze game gewoon erg goed vonden. In 2001, toen deze game net uitkwam, bijna iedereen was ontzettend enthousiast over de game. Als we kijken naar Metacritic, de game had gemiddeld een 9.7. En dat is gemiddeld 56 reviews. En dat is gewoon echt ontzettend hoog. Ja, inderdaad. Dat is heel erg goed. Even kijken, we moeten nu even Misty ophalen. Die kent natuurlijk iedereen. En die keert ook terug in GTA 5 natuurlijk, die binnenkort uitkomt. Precies. Dan kun je in de multiplayer kun je Misty en Cloud, wat onze meneer is achter het stuur hier, kun je selecteren. En dan kun je daar een multiplayer karakter van die twee maken. Ja, precies. Nee, GTA 5 gaat het heel anders worden. Je mag dus je eigen oude selecteren in multiplayer. En dat zijn dus Misty en Cloud als je dat zou willen. Ja. Hup, bij Misty, stap in. Jippakee. Hoi, ik ben Misty, dat is goed voor je. Ja, ze heeft dus een mooie baan heeft ze. Ja, dit had ze ook wel kunnen lopen, kan ik zeggen hoor. Ja, eigenlijk dat wel, was hoor. Echt 5 minuten werk een geweest. Een tekstje of zo. Ja. Nou, Misty stap is een uit. Beetje lui. Ja, dat blijkt wel. En we hebben gelijk $1500 verdiend. Dat is een heel duur taxiritje, moet ik zeggen. Heel duur taxiritje, inderdaad. Ik had het toch even laten lopen voor dat geld. Ja. Zo. Zullen we nog een missietje doen? Dat klinkt goed. Eens even kijken. Ja, achter de. Ja, wat is het eigenlijk? Een stripclub. Ja. Ja. Don't spank my bits up. Oké, dan. Klinkt wel redelijk als een. En daar hebben we Luigi. Oh nee, dat is Luigi niet. Dat is. Ja, een bouncer lijkt het wel. Ja. Klinkt niet al te slim, die jongen. We moeten iemand vermoorden die natuurlijk. Die Luigi niet aardig vindt. En dat doen we natuurlijk helemaal in stijl met. Pap. Een hondbakknuppel. Kijk. We moeten even demonstreren hoe het werkt, natuurlijk. Hoi. Sorry, meid. Of jongen. Zo moet dat dus. Dus even kijken, laten we de auto weer stelen. En het leuke aan GTA 3 is natuurlijk dat je gewoon eigenlijk alles kunt doen wat je wil een beetje. Ja, je hebt echt gewoon alle vrijheid. Hè. In het verhaal unlock je ook weer nieuwe delen van de map. En voor het eerst in een GTA kun je terugkomen naar delen die je geunlocked hebt. Hè. Wat wel dan is, is de
gangs die in de andere delen zitten zijn wel erg sterk en meestal vinden ze niet aardig, dus je wordt wel helemaal lek geschoten. Hé, wat is hier aan de hand? Mijn auto mist. Oh, hier staat normaal de enige mooie auto in heel Portland. Zonde, en nu is hij niet. Nee. Die ene die daar reed, vind je die niet mooi? Nee, dat is een maffia-auto. Daar hou je niet van, maffia-auto's? Nee. Doe je het niet voor? Oké. Okay. Flashback. Even kijken. Dan gaan we onze missie maar doen. Ja, wie moeten we nu eigenlijk precies in elkaar zetten? Ja, we moeten een of andere drugsdealer moeten we vermoorden. Wow. Oké. Okay. En ik doe even een cirkeltje met mijn auto. Ja, dat ging goed. En die drugsdealer die staat daar en dan was het de bedoeling om hem te vermoorden met je hondenknuppel, maar dat is een stuk makkelijker. Kijk, dat kan een stuk makkelijker. Zo, en dan moeten we zijn auto stelen. Ook geen verkeerde auto die je daar hebt. Ja. Mooi stel in. Zo. En die moeten we eventjes repainten. En dan aan Luigi geven. Net als gisteren weer naar de Pay & Spray toe. Yep. En deze keer hebben we geen politie achter ons aan. Kijk, dat scheelt voor mensen. Wow. Dat is een hele mooie drift. Oh, politie. Oh. Ja, nu moeten we wel... Vergeet af te kloppen, dan gebeurt er wat zo. Ja. Ho. Oh, daar gaat de auto... Ik zit wel te falen met het autorijden de hele tijd. Is het wennen? Is het anders dan... Nou, het is natuurlijk een heel anders autorijden dan in GTA 4. Want daarin was het allemaal iets realistischer. En dit is echt gewoon arcade race eigenlijk. Ja, precies. Hoppakee. Daar hebben we hem. Nou, wat je wel voor het eerst kon in deze GTA-game was opzij kijken. Met de Q en E-toets kon je opzij kijken. Maar dat kon je alleen als je een Uzi had. Ja, je kunt alleen met een Uzi schieten inderdaad. Je kunt met een Uzi schieten en dan kon je op die manier echte drive-bys uitvoeren. Alleen dat kunnen we nu niet. Nee. Ik heb nog geen Uzi. Nee, dat is zonde. We hebben wel een hondbakknuppel, maar dan schiet je niet. Ja, die kan ik wel uit het raam gooien misschien, maar dat schiet weinig op. Dat gaat één keer goed en dan houdt het op. Even kijken, moeten we hier dit mini-garagetje inrijden? Ja. Oei. Zo. Kom eruit. En we hebben hem. 4000 euro voor een auto ophalen. Dat zijn nog banen, zeg. Dat is nog eens even een goede. Dat is een hele goede job. Zoals even een ambulancetje stelen. Kijk, ja, dat was natuurlijk ook hartstikke leuk. Al die zijmissies die je kon doen. Hey, je kon rondrijden als een ambulance, ja, broeder, politieagent, je kon taxichauffeur zijn. Ja, het handige is dat je ook dingen mee unlockt. Stel je doet al die missies in de ambulance, dan krijg je daarna extra yield voor een eindige sprint of zo. Precies, dat is natuurlijk hartstikke handig als je deze game speelt. Oeh, staat in een plasje eigen bloed. Tuurlijk, ik kom daarnaast zitten. Ja, het is altijd aan te raden als je de game opstapt om die missie zo snel mogelijk te doen, voordat je wordt afgeknald door alle gangs die je tegenkomt constant. Dus even kijken. Dit gaat je heel goed af. Uiteraard. Okay. Kijk, dat is één iemand gered. Dat was weer genoeg hulp. Dat was heel mooi. Zo. Meer geld. Mooie plek uitgekozen. Dus even kijken. Oh. Nog een stelje. Dat zijn mooie auto's. Ja, bovenin zien we natuurlijk een klokje lopen. Het is nu 11:30. Dus de eerste game die echt een day and night modus had. De tijd verloopt langzaam. Gaat langzaam, wordt de nacht. Daarna wordt het weer langzaam dag. En dat is een feature die we eigenlijk nog steeds zien in GTA games. Yes. Ik ga toch nog even kijken of mijn auto er is. Dat zou wel handig zijn. Ja, hij staat er. Kijk eens aan. Hop, sorry. Vind je dat nog steeds ook in de nieuwe GTA's de beste auto die er is? Of, deze weet ik eigenlijk. Ja, ik weet niet. Die Jaguar-achtige idee vind ik ook wel grappig. Okay. Die, in ieder geval in deze game was het wel echt de beste dit. De Banshee. Super snel. En ontzettend mooi. Zo. Gaan we nog een missietje doen eventjes bij Luigi? Ja, op zich wel, waarom niet? We zijn er toch. Het zijn korte missietjes aan het begin van het spel. We kunnen ook even kijken of we een rampage kunnen vinden. Oeh, dat zou tof zijn. Even weet je nog waar die zit? Volgens mij eentje in Chinatown. Okay. We kunnen al even kijken. Mijn auto gaat wel weer helemaal kapot. Dat maakt niet. Dat is jammer. Je parkeer je zo meteen even in de garage neer en dan is je weer helemaal gemaakt. Wow. Ik raak bijna de controller kwijt. Ik zie het. Eens even kijken hoor. Ja. Nee. Zo. Ja, daar. Die weet je nog goed te vinden. Zo. Wat was deze ook weer? Oh ja, het is ook nog een goeie. Boom. Kijk. Auw. 12 auto's in 12 een auto's. Minuut of 2 minuten. Dat moet kunnen. Ja, dat is alvast 1. Oh. Bam. Jij staat er dichtbij. Jullie ook. Weg. Ja. Er komt politie achter je aan. Oh, help. Ik word neergeslagen. Oh, ja, die
Ik denk dat je zijn auto kapot hebt geschoten of zo. Ik denk het ook. Ik kan ook niet wapen wisselen, dus ik ben gewoon echt de sigaar hier. Kun je sprinten in deze game? Nee, niet met een bazooka. Niet met een bazooka. Dat is zonde. Dat is inderdaad wel jammer. Ik ga gewoon die kant op lopen en ik kijk of ik ze kwijt kan raken. Nee. Ze komen allemaal op me af. Wat is jullie probleem? Het was niet jullie auto. Ik denk dat je Liberty City een beetje boos hebt gemaakt. Ik denk het ook. Die wordt bijna doodgereden, dus dat scheelt. Had ik hem? Ja. Je hebt hem, netjes. Nou, twee politieauto's. Misschien die daar nog eventjes. Kom op. Nee, mis. Yes. Hier staan wel... Oh ja, wel raken. Nou ja. Hier staan nog politieauto's. Kijk, er is één. Stop met slaan. Ik loop met een bezoeker rond, ga je toch niet achter me aan? Hij heeft wel lef, die man. Ja. Daar moet je hem wel nageven. Oh, en nog een klap. Nog drie. Ik ben half dood. Oh, die is er dichtbij. Die is er dichtbij. Ambulance. Oh. God, nee. Hebbes. Ja, netjes. Nog twee. Die nog erbij. Één. Oh, hier staan er twee. Kijk. Oh, wat is dat? Hij stond in de weg. No, wat een falen. Zonde. Oh. Zo gaat hij vlak voor me staan? Ja, ben ik dood? Dat is natuurlijk het leuke aan GTA, vind ik. Ja, al die onvoorspelbaarheid die je de hele tijd in de game hebt. Alles kan gebeuren. Kan ik dit overslaan? Oh, nu wordt even het held-systeem uitgelegd. Wat iedereen al lang al weet. Jammer dat je het niet kan schrijven. You will lose weapons and the doctors will take some cash. Yes. Dat is wel jammer. Wat gemeen zeg. Any mission you are on will be failed. You will find ways to heal yourself. En extra protection. Dat is mooi, jongens. Maar die protectie is wel weg. Die ligt er niet meteen. Dat is wel jammer. Nee. Oké, eens eventjes kijken. Hop. Een mooie pick-up truck. Ben ik wel mijn auto kwijt nu, die heb ik net opgeblazen. Ja, dat is jammer. Dat is wel vervelend inderdaad. Dat is jammer. Eens even kijken, laten we nog één missietje doen. Is om goed. Het af te leren. Precies. Oh, misschien kunnen we hier nog een jump doen. Oei. Kijk. Oh nee. Nou, die ziet er goed uit, hè? Ja. Ik heb hem niet, hij moet op het spoor terechtkomen volgens mij. Oké, niet tegen een ontapen. De afwerking is niet helemaal top, zullen we maar zeggen. Ik zou er snel uitgaan. Oh, het is hier onder de kop, op de kop liggen en ontploffen automatisch. Oh. Nee, deze game is trouwens ontzettend aangepast. Hè? De game is 2001 uitgekomen. Dat is 12 jaar terug. 12 jaar terug waren ook de aanslagen in Amerika op 11 september. En daar is deze game ontzettend door beïnvloed. Bijvoorbeeld de politieauto's in deze game hebben een hele andere livery gekregen. Zien er helemaal anders uit, omdat ze anders te veel leken op de... Ja, politieauto's die rondreden in New York. En Rockstar heeft ook een heel personage uit de game weggehaald. Het personage heette Darko. En wat was Darko? Darko was een personage dat in een ijskowagen rondreed. En daarmee mensen probeerde te lokken. En die mensen dan opblies. En dat kon na de aanslagen in Amerika niet meer. En toen hebben ze besloten, die halen we eruit. Okay. Maar als je in het eerste eiland nog even rondrijdt... kun je op een gegeven moment een tunnel vinden, een verlaten tunnel, en er liggen molotovcocktails in. Nou, dat is eigenlijk een stille herinnering aan dat personage. Okay. Want hij, dat was eigenlijk zijn hideout, de plek waar hij altijd normaal zou zitten. Grappig. Dus even kijken, nu moet ik Misty Joey's. Naar Joey's brengen. Zo, die dame gaat alle heren bij langs. Krijg ik daar ook weer zo'n bizar salaris voor dit taxiritje? Ja, wat dat betreft wil ik ook een taxichauffeur worden hier. Dat, Nou ja, in deze stad waar mensen dit doen. Dat is waar. Weet ik niet. Oh, dat nee. Oh, shit. Oeh, ja, dat kan altijd gebeuren. Ik zag te laat dat het een agent was. Ja. Nee, dat gebeurt niet. Nee, heeft hij pech. Kijk, meneer Joey. Daar is hij. Joey blij, Misty blij. Iedereen blij. Huppakee. $1000. Yes. Is toch aardig wat. Is aardig wat. Zeker voor een klein ritje. Eens even kijken. We moeten natuurlijk nog een beetje in stijl afsluiten. Heb je hier links niet van die pakketjes liggen? Die, hallo, ik wil instappen. Hij gaat er vandoor. De hidden packages. De hidden packages. Die, er ligt er toch eentje achter dat hek daar? Dat zou kunnen, dat weet ik eigenlijk niet. Ik me goed herinner. We kunnen even kijken. Hierachter. Ja. Nee. Daar. Hey, kijk, er zaten natuurlijk 100 van in de game. Volgens mij als ik het goed heb, als je de... elke keer als je de 10 had gevonden, dan kreeg je een gratis wapen bij je hideout. Ja, bij je hideout komen dan extra dingen te staan. Dat klopt. Ja. Super handig toen dat soort collectibles. Zo. Kijk. Package 1 of 100. 1 van 100.
Ja. We gaan natuurlijk allemaal extra missies doen. Je kunt ook auto's inleveren in de haven bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je kunt, ik liep daar net even naar een telefoontje waar normaal ook missies te doen zijn. Je hebt race missies van ook een gang die je kunt oppakken. Het is echt gigantische drukte overal. Ja, precies. Genoeg te doen. Heel veel content. Oh, weer een politie. Nee, het was gewoon normale. Oh, oké. Even kijken. En wat ook grappig is, zijn de RC trucks. De RC trucks? Ja. Wat kon je daarmee doen? Daar kun je dingen mee opblazen. Een schoolbus. Wat leuk. En nog een bus. Arme jongens, we moeten naar school. Oh. Hier om de hoek moet ik eventjes rennen. Hij rent wel een beetje bizar. De animaties waren er niet heel ver. Paf. Kijk. You have 2 minutes to blow up as many Diablo gangs cars as possible. Oh, wat grappig. En dan moeten we even gangcars vinden van de Diablo's. Het waren toch van die hele zwarte auto's met van die vlammen op de voorkant? Ja. Zoals die lowriders. Daar. Deze, ja. Huppakee, 1. Netjes. Nou, 1,5 minuut voor nog een Diablo auto, dat moet lukken. Even kijken. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee. Oh. Nou ja. Hij ontploft automatisch als je onder een auto rijdt. Oh, oké. Okay. Of je kunt het zelf doen door gewoon de muisknop in te drukken. Oké. Okay. 2 manieren. Zo. Zonder. Okay. Maar ik ga even uitstappen. Mission failed. Mission failed, inderdaad. Heb je er eentje opgeblazen? Ja. Genoeg verwoesting zo te zien. Oh, een politieauto. Politieauto, blijf staan, blijf staan. Het is altijd leuk om een politieauto te stelen. Nu of zo. Dan stap je uit. Hop. Oh. En dan laat hij zijn deur openstaan. Kijk. Doei. Een domme agent. Oh. Het is jammer alleen in een politieauto's en dergelijke is dat je geen radio hebt. Dat is inderdaad dat wel zonde. Dat is wel vervelend. Hoor je in GTA 3 ook het gepraat van de radio of de politie intercom of hoor je dat? Ja, volgens mij een beetje. Een beetje. Maar niet echt heel veel hoor ik nu. Wow, nee. Oh, hop, kom op. Je maakt in ieder geval vol, ja. Dan kun je even doorgaan. Ik denk dat dit een mooie plek is om af te sluiten met het uitzicht over Staten Island natuurlijk, waar we nog flink wat missies moeten doen voordat we daar terechtkomen. Dan draaien we eventjes om. En dan doen we 1 laatste sprong. Wow, als ik het ga redden, als ik het ga redden. Ziet er goed en dan uit. Sluiten we hier met de 2e aflevering af van de X-Game Rewind. Tot de volgende keer. Wee.